Welcome to my YouTube channel. My name is Marije and I'm from June Journal Addict. Today I want to share with you part whatever from the Travel Journal workshop. The workshop is in Dutch, but you can place subtitles under the video. If you don't know how, please email me and I will show you. Now I'm going to speak in Dutch. Hoi allemaal, we gaan starten met het volgende deel. Het piek van de vele werken afgelopen weken is nu voorbij. Het is nu zondagochtend 9:30. Dus we gaan weer aan de slag. Deze week heb ik 6 dagen gewerkt. Vandaar dat het even geen video kwam. Want ik moest even mijn energie sparen voor om 6 dagen te werken. En ik had ook nog andere verplichtingen. Want de kinderen zijn natuurlijk ook vrij. Dus 's avonds was ik daar natuurlijk ook mee bezig. Dus, maar we gaan verder. We gaan starten met deze zijde. Dat is de linkerzijde van de voorkant. Weet je nog? Dit is de voorkant. Die sla je open. Dit zit nog los. Ik haal deze eventjes erachteruit. Dit hebben we de vorige keer gedaan. Die leg ik even aan de kant. En dan beginnen we met deze zijde. Even spieken op mijn camera. Correct is. Bloop. Ja, jullie kunnen het zien. Nou, ik wil hier een soort, ja, noem waterval, maar het is niet zo'n trekding. Noem ik het maar even dat zo. Dat wil ik niet doen. Ik wil gewoon een omslagding maken. Daar hebben wij natuurlijk papier voor nodig. Nou, de breedte van jouw achterzijde zou, valt erom. Oh, mijn zak. Oké. Okay. Zeg maar afgerond 15 centimeter. Hij is iets langer, 15,2 ongeveer. Maar dus ik wil hem hier tussen hebben. Dus ik denk dat ik, hij moet max breed zijn 14, maar dan kan ik niks ernaast doen. Dus ik doe hem iets korter. Ik denk 13,5. Ja, ik maak hem 13,5 breed. Nou, ga even op zoek naar papier wat je leuk vindt om daar boekje mee te maken. Ik ben ondertussen aan het grabbelen in mijn bak met papier. Ik denk dat ik de basis gewoon, denk ik, Tim Holtz pak. En dan ga aankleden met mijn eigen papier. Alleen eens even kijken wat een beetje leuk bij elkaar past. En dan moet natuurlijk ook wel bij de rest passen. Dus ik kijk wat standaard. En als je nou de achterzijde hebt van, oh, dat vind ik helemaal niet mooi, dan kun je daar gewoon wat overheen plakken. Hè? Dat, kijk, die vind ik niet erbij passen, maar kun je dan eventueel iets overheen plakken. Dat is ook geen probleem. Die zou misschien ook nog wel kunnen. Sorry. Eens kijken. Ik pak gewoon even wat basispapiertjes. Natuurlijk hoef je niet Tim Holtz te pakken. Ik kan ook gewoon iets anders pakken. Ik moet ook nog even kijken hoeveel blaadjes we exact nodig hebben. En nu eigenlijk alleen puur aan het bekijken welke blaadjes achtergronden ik interessant vind om ervoor te gebruiken. Ik denk dat ik ook een beetje vals ga spelen. Sommige van jullie hebben dit, sommige niet. Maar Tim Holtz die had vroeger van die papierblokken. En dit is de paper stash, etc. En daar wil ik ook een paar blaadjes van pakken. Want hier zit wel echt dat Ermal thema in. Deze vind ik bijvoorbeeld wel leuk. Ik zou eigenlijk weer eens een keer iets moeten uitbrengen met het Ermal. Dat blijft toch gewoon altijd in. Dus dat komt toch iedere keer weer terug. Deze maar. Landkaart. Kan. Die, maar die wil ik meer als accent gebruiken. Leg die maar even aan de kant. En die misschien ook nog.
Mocht je zoiets niet hebben, je kan ook nog denken aan ECD. Die heeft ook een papierblok uitgebracht. Waar ook ermaal papier in zit. Dat kun je ook nog als achtergronden gebruiken. Maar ik wil eigenlijk combinatie maken. Nou, ik wil dus boekje maken wat dan zo openvalt. Dus ik heb een voorzijde nodig. Even kijken wat ik leuk vind. Ik denk dat ik daar dan... Het is wel een kleur wat niet echt helemaal erbij past. Deze past er wat beter mee. En die past ook prima bij mijn eigen papier. Dus ik denk dat ik deze als voorzijde gebruik. Hij was 13,5 breed. Pak ik even mijn snijapparaat. Dus dan ga ik dit in ieder geval even op 13,5 afsnijden. Dit gedeelte wil ik heel laten. Dus ik leg hem even andersom. 13,5. Zo. Doe deze ook maar. Die kan ook prima. Dan wil ik dit gedeelte heel. Zeg ik dat goed? Wil ik dat? Of juist die vliegtuigjes? Doe maar deze. Kijk, 13,5. Zo. Ik pak deze maar. 13,5. Nou is misschien handig om deze andere kant te doen. Want ik wil voornamelijk de foto's in doen van Parijs. Dus het is wel leuk als ik Parijs dan natuurlijk erop heb. Hiervoor kun je natuurlijk ook atlaspapier gewoon verpakken. Hè? Dus dat zou eventueel ook kunnen. Nou heb ik er 3. Dan pak ik deze, vind ik ook leuk. Dus deze. Volgens mij is die van Halloween. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik ga eens even kijken. Zit hij hierbij? Nee, hij is niet van Halloween. Dan is het van dat andere papierblok wat ik had aangegeven. Wat je bij zou kunnen gebruiken. Alleen ik weet even niet meer welk nummer dat was. Volume 2 volgens mij. Zet zo uit mijn hoofd hoor. Ik weet het niet helemaal zeker. Dan doe ik die. En nou hebben we de 4. Als ik me niet vergis. En pak deze maar. En die snij ik ook even op 13,5. Ik weet nog niet of ik ze allemaal ga gebruiken. Maar dus wacht even met... Mocht je mooi papier hebben van, die is wel heel mooi, wil me eigenlijk niet opsnijden. Wacht er dan heel even mee, want ik kijk even hoe we uitkomen. Dit zijn er 1, 2, 3, 4, 5 heb ik nu. Die wilde ik als, ja, of zou ik deze als voorkant doen? Dat is misschien ook wel leuk, hè? Nee, ik wil wel straks iets op kunnen leuken dat die kleuren teruglaat. Komen. Dus ik denk dat ik deze doe. En dan wil ik het als een waterval. Zeg maar zo. Ja, het is geen waterval, maar ik noem het even een waterval. Zeg maar zoiets. En dan deze. En dan zo. Zoiets dergelijks. Ja. Laat ik met de achterste beginnen. Ik denk dat deze volgorde ook wel kan. Zeg ik dat goed? Of is dit een, of zo kan ik beter misschien deze pakken. Die heeft als lijntjes wat leuker. Hè? Dat ik die even op een andere manier gebruik. Dus dan doe ik die als onderste. Dus ik moet deze nog eventjes als, mocht jouw onderzijde nou niet, wat je ziet, niet naar je zin zijn, dan kun je later daar uiteraard nog dingen overheen plakken. Hè. Dus het is niet noodzakelijk dat dit onderste gedeelte leuk is. Dat hoeft niet per se. Nou, ik leg hem heel even erop. En ik wil overal ongeveer dezelfde rand eromheen laten, zodat ik dingen nog kan uitsteken. En dan kijk ik even voor jullie hoe lang die dan is.
Ik heb een andere liniaal. Hij is, even kijken, zeg maar 19 centimeter. Dus wat ik ga doen, ik ga op 19 centimeter rillen. En dan ga ik op 20,5 snij ik hem af. Dus dan heb je hier een plakrand. Neem ik hem er even. Oké. Deze was op 19. Dan doe ik de volgende. Dus even kijken wat is leuk. Zal ik 1,5 centimeter of 1 centimeter. Ik denk dat 1 mooier is. Is dit 1? Even spieken. Ja, dat is 1. 1 is mooier. Dus deze die wordt dan op 18 centimeter gerild. 18 centimeter en die wordt op 19,5 afgesneden. Zo. Dan gaan we naar de volgende. Die wordt dan 17 centimeter lang. Dan ga ik hem rillen. 17 centimeter. En op 18,5 snijd ik hem. En dan hebben we deze 17. Dit wordt dan op 16. Even kijken waar mijn streepje zit. Volgens mij daar. Oh. Dat had dus gerild moeten worden. Goed bezig. Dan pak ik die. Even kijken. Deze op 16 rillen, niet snijden. En op 17,5 snijden. En zo. Dat is wel een beetje jammer dat die precies in de plaklijn zit. Maar ja. 16, dan wordt dit op 15. 15 rillen. Dus de zwarte bij mij. En 16,5 snijden. Zo, nou eens even kijken hoe die uitpakt. Even die kleine stukjes daarheen. Die. En die. Hier hebben we een vouwlijn. Hier hebben we een vouwlijn. Ja. En deze. Die had ik bedacht. Hier moet nog eentje tussen. Leg ze nu gewoon eventjes op elkaar. Hè, zodat ik een beetje zie van hoe en wat. Is die lang zat? Ja. Ja. Nou. Dan ga ik nu even alles aanzetten met inkt. Waar ik alles heb. Ik heb ook de hele week niks gedaan. Dus ik ben meteen alles kwijt. Ik heb het weer zo goed opgeruimd. Ik ga het even vinden. Ja, ik ben er toe. Ik denk dat de meeste van jullie nu wel vakantie hebben. Ik moet nog 2 weken. Nog 2 weken werken, dan heb ik vrij. Ik ga ook in mijn vakantie 3 weken lang. Ben ik niet aanwezig. Ja, misschien Facebook. Af en toe iets posten of zo. Maar in ieder geval YouTube ben ik niet aanwezig. Ik ga ook echt vakantie houden. En eerlijk gezegd, ik ben al heel druk met mijn Halloween album. Die 1 september uitkomt en kerst 1 oktober. Dus dan heb ik daar ook even iets meer tijd voor om het op te nemen en alles te regelen. Mocht je interesse hebben in de Halloween of de kerst,
Sowieso de kerst van vorig jaar is ook nog steeds beschikbaar. Zonder materiaal, dat wel. Je krijgt wel faalfolders erbij, gewoon voor de basis. Maar de andere dingetjes zou je zelf moeten regelen. Maar die is nog steeds beschikbaar. En je krijgt in totaal, ik dacht zo uit mijn hoofd, 44 video's. Dus het is ook wel echt een hele grote workshop. En de nieuwe kerst met materiaal, deels. Niet alles, moet ik bekennen. Die komt 1 oktober uit. En je krijgt daar wel wat materiaal bij, uiteraard. Maar niet alles, want anders wordt de workshop veel te duur. Het is altijd zo'n saai klusje wat in mijn hoofd altijd moet. Maar ik word er niet altijd even vrolijk van. Maar als ik niet doe, dan kan ik ook voor mijn gevoel niet verder. Zelfs met doorstikken. Ik ga nu even alles helemaal doorstikken. Zet ik wel even de camera stil, want dat is totaal niet interessant. En dan ben ik zo meteen terug. Nou, ik heb ze nou eventjes allemaal doorgestikt. Gewoon helemaal rondom. Verder nog eventjes helemaal niks. Even kijken. Die komt dan zo. Oké. Even spieken. Nou, ik wil hem eigenlijk niet helemaal hier zo dik maken. Want dan... Even kijken. Dan moet hij daar wel heel dik. Even kijken. Wow, hoe we dat gaan doen. Want je kan eventueel ook hem erboven houden. Maar dan hou je meteen meer ruimte over. Maar misschien is het leuk. Ik kan hem beter, want dan heb ik ook meteen ruimte natuurlijk, omdat er allemaal dingen ingaan. Dat ik hem op elkaar plak. En dan doe ik de bovenste. Dan maak ik dan even een extra rillijn in. Dan, ik schat in. Dit doe ik gewoon uit de losse pols. Dat ga ik niet allemaal uitmeten. Ik doe eventjes, 3-4 mm. Dat je een ruggetje krijgt. En die laat ik dan wel eroverheen vallen. Dus ik leg deze gewoon allemaal erop. En straks zie je daar niks meer van. Hè? Dat wordt allemaal gewoon afgewerkt. Dus nou, als je het leuker vindt om een echte waterval te maken, dat kan natuurlijk ook. Maar kijk, en dan schuiven we deze hier zo eroverheen. En dan is hij toch netjes afgewerkt. Ik kan hem ook nog iets hoger doen. Even kijken, hoe komt hij uit? Als ik die er overheen doe, dan is dit niet echt meer 1 centimeter. Maakt dat mij uit? Nee, eigenlijk niet. Kijk, dus dan heb ik hem zo en dan komt hij hier zo op. Laat ik dit alvast aan elkaar vastmaken. Even kijken, dan moeten we eerst met die beginnen. Die heb ik dus even wijder erop. Zo, dan doen we deze. En eigenlijk door dat flapje creëer je dan ook weer extra ruimte, zodat je makkelijk foto's kan toevoegen. Kijk, als je van plan bent om heel dik te werken, dan kun je er ook nog voor kiezen om hier in dat flapje ook nog een ruggetje te maken. Ik ga misschien zo her en der wel wat dikker werken, maar ik vind het niet erg als straks een beetje bol
wat een beetje bol gaat staan. Dat maakt me niet zoveel uit. Excuses. Zo, en dan komt die er overheen. Ik zit te denken, misschien is het nog wel leuk om hier een randje te doen. Dit is met... Is dat leuk? Of is dat niet leuk? Nee, dat vind ik niet leuk. Of zou ik dat washi tape doen? Of later? Ja, maar het is wel handig als ik dat nu eigenlijk doe. Want dan kan ik makkelijker erbij. Even kijken. Wat is leuk? Eigenlijk iets wat er overheen omheen gaat. De kleur zijn een beetje rood. Dus misschien stof misschien leuk. Wacht even, gaan we niet hier houden. Ja, dat kan wel. Even voor de maat. Niet die draadjes doorknippen, want anders hadden we eventjes iets langer. Dan laat ik de stof aan de voorzijde nog los hangen, zodat ik er nog dingen onder kan schuiven. Er zit zoveel lijm aan mijn schaar dat hij vastgeplakt zit aan elkaar. Dan vouw ik deze even dubbel. Dus hier leg ik dan tegen die lijn aan. Dan moet je natuurlijk niet bewegen. En dan klap ik hem. Oh wacht, dan moet je even schoren. Dan probeer ik het even zo. Heb ik hem dan goed? Ja. Gaat erom dat eigenlijk dit recht is. Dat die gewoon mooi evenwijd loopt. Nou, dan moet toch maar de draadjes eraf. Maar is makkelijker eraf knippen. Oké. Dit laat ik dus nog even los. Want ik wil nog dingen eronder kunnen toevoegen. En deze die komt dan hier overheen. En dan heb je hem zo. En deze die kan ook hier aan vast. Ik plak het nog niet in het boek. Waarom niet? Omdat ik later natuurlijk nog dingen wil vastnaaien of doorstikken of noem maar op. En dan is het makkelijker als je deze nog gewoon eruit kan halen. Zodat je hem makkelijk onder de naaimachine kan leggen.
hem zo goed. Ik heb het gevoel alsof ik... Nee, hij is goed. Ja, deze laat ik dus nog heel even los. En die komt dan zo. Maar dit is natuurlijk veel te saai. Dus daar ga ik nog wel even iets aan veranderen. En ik wil nog een flap maken wat er overheen valt. En daar wil ik eigenlijk een oude envelop voor gaan gebruiken. Dus ik pak even mijn bak met oude enveloppen. En eens even spieken wat leuk is. Je kan daar natuurlijk ook een ermaal envelop voor gebruiken. Maar ik vind het eigenlijk ook wel leuk om een bruine envelop met wat postzegels misschien. Even kijken. Of die. Ja, die is net te geel, hè? Nee. Op zoek naar een mooie envelop. Deze kleur eigenlijk net wel mooier. Eigenlijk. Oude enveloppen kun je vinden op Marktplaats meestal. Of op rommelmarkten natuurlijk. Dan kun je daar eigenlijk... Ik heb toen eens een hele doos gekocht. En weet je, er zitten ook enveloppen bij waarvan je denkt van nou, kunnen eigenlijk meteen bij het afval. Maar er zitten ook zeker enveloppen bij die leuk zijn. Als je dit nou allemaal niet hebt, dan kun je natuurlijk ook gewoon een nieuwe envelop pakken en zelf helemaal bestempelen, verwerken en aanpakken natuurlijk, zodat hij oud lijkt. Kijk, deze is alleen te hoog, dus ik ga hem wel even wat korter maken. maar ik vind deze kant eigenlijk mooier. Maar er moet dan niet heel veel vanaf. Even kijken hoe ik uitkom. Want daar heb je en daar. En alles wat je opensnijdt kun je daarna gewoon weer dichtstikken. Dus ga er nou niet te moeilijk over doen. Want de bovenkant die maak ik sowieso open zodat ik dingen erin kan schuiven. Dus wat ik nu doe is eigenlijk... bepalen van hoe hoog ik hem wil hebben. Want hij komt hier als sluiting. En hij moet dus natuurlijk niet echt helemaal dekkend zijn. Dat is niet leuk. Vind ik althans niet leuk. Dus hij zou dan... ik denk dat hij nog wel... Hier kan nog wel een stukje vanaf. Dat maakt niet uit. Zo. Dan doe ik hier kan ook nog wel een stukje vanaf. En dan komt hij zo eroverheen. Maar nu kan ik er niks in steken. Bovenin, want het is te hoog. Maar dan gaan we hier gewoon een opening maken, zodat dat wel past. Dus, daar moeten we natuurlijk wel bij kunnen. Dus ik knip deze open. Als ik een schaduw krijg, ja. Die knip ik open. Dan kan ik makkelijk erbij. Nou is het handig om die achterzijde even te verstevigen. Nou, dan pak ik gewoon even een restpapiertje van voor. Je snapt me wel. Zoek een restpapiertje wat eventueel... Nou, doe maar gewoon even deze. Ga ik ook niet allemaal netjes op maat maken. Het gaat erom dat hij verstevigd is. En je ziet hier niks van, dus ik ga hier al helemaal niet moeilijk over doen om netjes af te werken.
gaat erom dat het gewoon even verstevigd is. Die plak ik wel eventjes met dubbelzijdig tape. Bijna helemaal dekkend. Als er zo her en der een klein randje over is, dat is niet zo'n mega probleem. Maar verder moet hij wel dekkend of zo goed als dekkend zijn. Deze. Nou, even kijken waar je precies ongeveer die opening wil. Ik wil hem net onder het midden hebben, dus daar zorg ik dat hij natuurlijk verstevigd is. Dan gaan we een opening maken. En nou is de vraag waar ik die die heb gelaten. Want ik had eerst al mijn dies heel netjes tegen de wand geplakt, tegen de muur geplakt. Maar ik heb mijn kamer opgeruimd. Daar ben ik nog steeds mee bezig. En toen heb ik alles eventjes... Oh! Ik heb mazzel. In een bak gegooid. En dan moet ik nog allemaal uitzoeken. Even kijken. Moet ik dit maatje hebben of eentje? Ja, die is wel heel klein, hè? Ja, ik denk deze. Dus ik had alles even in één bak gegooid. Maar ja, dat moet ik nog allemaal doen. Ooit. Even spieken, als hij zo komt, past deze. Hij moet andersom, hè? Hij moet zo. Ja, dat past wel. En dan kan ik er niet wat dingen inschuiven. Dus hij moet zo. Oké, waar heb ik mijn snijapparaat gelaten? Hier. Mijn powerboy. Staat hij al aan? Nee. De stekker zit er nog niet in. Even kijken. Hier is de stekker. Die even erin doen. Even kijken. Real life troubles. Ja, dat komt erbij. Dat is mooi. Zie je eens een keer hoe het in het echt gaat. In plaats van alles helemaal netjes eruit geknipt en hoe het allemaal moet. Ja. Waar heb ik nou die platform gelaten? Oh, zo fijn. Oh, daar. Eigenlijk moet je nooit gewoon je kamer opruimen. Dat is eigenlijk gewoon het beste. Die moeten we andersom. Wacht even, dan kan ik hem beter even erop plakken. Want anders gaat hij natuurlijk alle kanten op. Ik wil hem ongeveer hier hebben. Washi tape. Een klein stukje. Ook niet dat ik het weer helemaal eraf scheur. Zo. Bovenplaat. Die aan. Zo. En dan kan die er doorheen. Ik moet zeggen dat ik deze wel heel fijn vind. Ik heb alleen nog een beetje ruzie met 3D folders. Mocht iemand tip weten hoe je die hier doorheen krijgt, laat het me weten alsjeblieft. Want eerlijk gezegd, als ik de gebruiksaanwijzing volg, nou, dan krijgt dat ding met geen mogelijkheid, gaat hij er doorheen. Dus dat werkt voor geen meter. Maar misschien doe ik het, althans ga ik ervan uit dat ik het gewoon verkeerd doe, mij kennende. Ja, ik beschadig hem wel iets, maar...
draagt meteen weer bij aan de vintage look. Zo. Dan de dingetje nog gewoon weg. Laat de draaimetingen in de bak gooien. Hoppakee. Die ook aan de kant. Hoppakee. Ja. En dan moeten we deze natuurlijk weer heel maken. Dan kun je hier nog iets achter plakken. Is het leuk of is het stom? Zal ik iets anders erachter plakken? Dat is wel een beetje stom, hè? Misschien is het leuk wel om die fabric tape daarvoor te gebruiken. Dan heb je een beetje landkaart erachter. Even spieken. Laat ik met een potloodje even aangeven waar ik moet plakken, want anders plak ik natuurlijk weer helemaal verkeerd. En dan doe ik gewoon dit. En dan heb ik tenminste een randje erachter. Ja. Kijk of ik hier een beetje bij kan. Ja. Nu kan ik het even. Zo. Nou, dan maak ik die bovenzijde gewoon dicht. Dan kan ik hier nog iets in stoppen. Laat ik deze even weer dicht. Ik heb wat je ziet, dus hierboven en hieronder heb ik eventjes dubbel gestikt. Dus twee keer. Hij is hier een beetje scheef gegaan. Dat is mijn papier een beetje verschoven. Maar dan doe ik dat wegknippen en daar zie je niks meer van. Zo. Oh. Hoppakee. Nou. Dit wordt dus de sluiting. De overheen. Dus zo. Die komt dan straks daar. Misschien doe ik hem wel iets hoger dat hij net over dat rooie valt. Hoe is dat zo leuker? Of zou ik hem gewoon wat lager doen? Ja. Of er tegenaan, kan ook. Of moet hij juist helemaal losstaan? Kan natuurlijk ook, hè? Dat hij hier overheen gaat. Iets hoger. Kom. Dat is misschien ook wel leuk. Dat hij juist hier. Even kijken hoe die uitpakt. Of gelijk aan die derde. Kan ook. Ja. Ik denk dat ik hem hier doe. Dus ik heb hier flap. En dan valt hij over die derde. Daar loopt hij evenwijdig mee.
Dus eigenlijk kijk je een beetje, ligt eraan wat voor papier je gebruikt hebt. Wat nou bij jou het leukste is. Ik maak hier nog geen ruggetje in. Waarom niet? Kijk, wanneer dit straks dikker wordt. Dan kan ik hem ook nog iets meer zo doen, zeg maar. Zodat hij ruimte krijgt. Dus ik ga nog niet echt de rug erin maken. Dat gaan we nog niet doen. Althans ga ik nog niet doen. Nou moeten we natuurlijk wel een sluiting hebben. Dat hij ook dan hier vast zit. Ik denk dat het wel leuk is. Even kijken. Wat is wijsheid? Als wij nou... Kijk, dat is voortaan... Voordeel met digitals. Je kan ze ook vergroten en verkleinen. Dus als ik nou mijn favoriete afbeelding, bijvoorbeeld die of die, vind ik heel erg leuk. Die vind ik trouwens ook echt heel leuk. Misschien ook deze pak. En als ik die nou vergroot, ongeveer een maatje zo, zeg maar 8 centimeter denk ik. En ik print hem uit op dikker fotopapier. Dus bijvoorbeeld 180 gram of 230 gram. Dan is hij wat steviger. En ik zou hem dan uitknippen. En hier als sluiting gaan gebruiken. En wat ik dan bedoel, ik zal je een voorbeeld laten zien. Dit is mijn oude travel journal die ik vorig jaar als workshop gegeven heb. Was er vorig jaar? Volgens mij wel. Kijk, dan krijg je bijvoorbeeld dit idee. En dan kun je hem als sluiting gebruiken met klittenband, magneetje enzovoort. En die flashcard is dan ook wel heel leuk om te gebruiken. Dus dat idee had ik eigenlijk. En dan kun je zeg maar die flashcard, die kan ik dan hier aanbrengen. En dan die paperdoll erop. Alleen even kijken, want hier zitten natuurlijk beentjes aan. Dus dat schiet dan niet echt op. Dan zou ik hem moeten afhakken. Dan ik zijn beentjes eraf. Dat is ook zo zielig, hè? En anders kan ik ook wel, als ik een mooie portrait heb van Tim Holtz, kan ik natuurlijk ook wel ervoor gebruiken. Maar in ieder geval, deze sluiting vind ik wel heel leuk om te herhalen voor deze album. Want waarom moet je wat nieuws bedenken als je misschien in het verleden ook wel hele leuke dingen gemaakt hebt. Dus het hoeft niet altijd meteen helemaal nieuw te zijn. En anders, als je dat wel wilt, dan moet je iets bedenken. Zo. Zou ik dan de portrait pakken? Dat is wel meteen echt gewoon een portrait, hè? Dit zijn allemaal... Ja, of je zou deze en dan de armpjes moeten afhakken. Nou, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Is wel leuker eigenlijk, hè? Ik kan wel sowieso... De meeste van jullie hebben denk ik wel die flashcards op voorraad. Ik zal eerst eens even kijken of ik überhaupt nog een flashcard heb wat hierbij past. Want als ik niet iets heb wat erbij past, dan ga ik voor iets anders. Want ik heb geen zin om weer een verpakking open te maken. Magic Truth, Wonder, Wonder, Wonder. Begin. Homemade object, less curious, humble, artist, friends, family, salvage objects, dream, 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 explore. Kijk, ha! Ik heb nog eentje die erbij past. Ja. Ja. Dan, die komt dan zo. Ik wil in ieder geval die ronde hoeken eraf halen. En ja, of we kunnen gewoon de flashcard als sluiting gebruiken. Zonder dat ik gewoon ergens anders een focal point pak. Dat kan natuurlijk ook. Laten we in ieder geval deze ronde hoeken eraf halen. Want ik vind drie keer niks. Ik hou niet van ronde hoeken, maar ieder zijn ding. Haal een nummertje ook maar eraf. Oh. Wat doe ik nou?
Zo. Dan. Dit moet eigenlijk verhoogd worden. Want dit wordt anders heel zwak op den duur. En hij moet ook zo kunnen. Omdat het boekje natuurlijk open gaat. Dus wat ik ga doen. Ik ga deze verlengen, vergroten. En dan komt hier die knik. En misschien is het wel leuk om twee sterretjes of zo, twee breed, dat als flapje te gebruiken. Maar dan hebben we eerst iets nodig wat we dan erachter plakken. En ik wil embossing glaze hier overheen doen, want dat vind ik gewoon leuker. Nee. Let me see. Iets donkers. Ja, dat kan. Nee, weet je wat ik doe? Ik pak gewoon even kraftpapier. Want dan kan ik altijd alle kanten nog op. Voordat ik het meteen een kleur geef. Ik kan er altijd wat overheen plakken. Noem maar op. Hier heb ik ook kraftpapier, maar dan iets meer bewerkt. Dat kan wel. Wacht even. Ik zie opeens wat. Dat ik deze zo plak. Maak ik hem recht. Is dat leuk of is dat stom? Want als ik die dan zo... Ja, dat ga ik doen. Ik ben echt van het gebruik. Dus als ik iets zie van, hey, dat past, dan offer ik gewoon een heel blad ervoor op. Niet iedereen kan dat. En dat snap ik ook wel. Maar, ik moet eerst even recht maken, want mijn special delivery is een beetje scheef. Dus ik moet eerst hier recht maken, want anders ga ik meteen al weer schuin. Even kijken. Laat ik die aan die kant doen. Zo. En dan komt deze hier. Vind ik wel leuk als hij daar dan invalt. Oké, zal ik dit ook maken. Dit is dus wel iets dikker papier. Ik denk dat dit 180 gram is. Verwacht ik. Is die recht? Volgens mij wel. Ja. Dit is leuk. Dan maak ik hier een inkeping achter special delivery. Niet helemaal door en door. Gaat er eigenlijk om dat ik deze erin kan schuiven. Oh, een klein stukje. Dat is nou weer jammer. Dat is mijn manier. Dus zo. Oh, wacht even. Andersom. Die schuif ik dan hierin. Dat vind ik leuk. Dan ga ik eerst eens even deze distressen. Of ja, distressen. Hier ook.
Nou, oké. Welke embossingpoeder gaan wij gebruiken? Wat is leuk? Of zal ik gewoon clear pakken? Kan ook. Ja, of een beetje dat blauwig is misschien ook wel leuk, hè? Dat is denk ik Speckled Egg. En misschien in combinatie met Lost Shadow. Dat is die. En Speckled Egg is deze. Weathered Wood. Nee, dan is dit Speckled Egg. Ja. Dat is Speckled Egg. Oeh, hey. Dat is weer net niet. Dan hebben we een blaadje nodig om de dingen op te vangen. Dat is die. Dan heb ik de dabber nodig. Een embossingdabber of iets anders waarmee je het kan aanbrengen. Zo. Laten we de shadow eerst doen. Oké. Ga ik hem even hier verhitten. Ik zet hem aan. Dan heb je dit idee. En dan wil ik eigenlijk nog wat kleur aanbrengen. Dus even de shadow terug in mijn potje. Ik ga even restanten vanaf. Ik zal even wat dichterbij laten zien. Oeh, hier blijven, stoffie. Dichterbij laten zien hoe dat dan eruit ziet. Zo. En dan wil ik eigenlijk nog wat speckled egg. Daar denk ik niet te veel over na. Even kijken hoe die uitpakt. En als je nou ergens poeder hebt wat je niet wil, dan kun je dat altijd met een kwastje of vinger er weer vanaf halen. Even kijken. Nu heb ik het hier. Wil ik dat overal daar hebben? Ik wil hier wat meer doen af. En hier wat meer doen af. En daar. Ja, eens kijken hoe die nou uitpakt. Dan heb je dit. Dan heb je een beetje kleur zo her en der. Dan is je in ieder geval niet helemaal strak. Zo. De dopje weer erop. Clean. Dus kijken of ik misschien met een hoe is mijn ding nou? Even daar. De stress crayon. Dus kijken of ik een beetje
iets mee kan doen. Dit is gewoon even een experiment. Misschien wordt het helemaal druk niks. En misschien wordt het wel echt heel leuk. Wie zal het zeggen? Waar is mijn oh hier. Is de mens al niet meer zo clean. En dan krijg je dit. Ik vind dat best aardig. Nou vind ik hem nog te clean. Althans de randen. Ik denk dat ik hem toch even iets ga oproeren. Natuurlijk dat de crayon blijft afgeven. Misschien doe ik er later nog even gel medium eroverheen. Of misschien nog een laag embossingpoeder. Dat kan natuurlijk ook. Zullen we dat gewoon eens proberen? Kijken of dat wat... Dan pak ik gewoon embossingpoeder clear. Dat is een blaadje. En mijn kruimels. Nou moet ik natuurlijk niet zeikers nat maken, want dan gaat mijn crayon bewegen. Dus ik dek gewoon een beetje. Kijken of er voldoende op zit hoor. En natuurlijk die embossingglaze die is net verwarmd. Dus dat hecht natuurlijk ook alweer die clear embossingpoeder. Zo, die gooien we weer aan de kant. Dit is trouwens van Ranger embossing clear poeder. Maar ieder merk heeft dat wel. Dan vergeet ik het weer. Dat is wel cool. Hij is een beetje warm. Maar dan krijg je dit effect. En hij moet eerst nog even afkoelen. Maar dit was dus allemaal die crayon. En nu heb je er allemaal vlekken op. En dit is natuurlijk ook heel leuk. Om te gebruiken voor labels. Dus ik denk dat er binnenkort een video uitkomt. Met gewoon eigen gemaakte labels. Hoe je dan met crayon, want eerlijk gezegd, dat is een van de producten die ik het minste gebruik. Maar dit is wel heel leuk. En als je het dan sealed met clear embossingpoeder, why not? Dus hier ga ik wel eventjes mee experimenteren. Ja, leuk! Kijk. Gewoon doen, kijken wat eruit komt. En als het iets is, nou, dan kun je dat weer voor een ander idee gebruiken. En als het niks is, dan is niks. Dan maak je het gewoon weer opnieuw. Ja, waar waren we? Deze die komt dan hier. Die wil ik dan zo hebben. En die komt dan als verhoging. Die moet ik nog wel even verhogen met iets. Dus hoe gaan wij dat doen? Zullen wij een stukje karton inpakken? En dit moet natuurlijk ook nog even beplakt worden, zodat het ook wat steviger is. Wat is wijsheid?
Ik denk dat ik eerst een reepje karton eens even pak. Ik heb hier nog een stukje. Het is wat een dunne karton, maar die kunnen we gewoon gaan stapelen. Want ik wil hem eigenlijk wat hoger hebben, want hij wordt natuurlijk ook dikker. Dus laat ik, waar is mijn lineaaltje? Geen flauw idee. Nou ja, dan pak ik wel even de grote. Een hele grote. Want deze is breed, zeg maar 5,9 centimeter. Dus deze moet ook 5,9 zijn. 5,9. Daar. Ja. En ik had niet zo heel veel ruimte, dus laten we eventjes centimeter. Ik denk dat dat nog wel net moet lukken. Ik doe even een 4 of 5. Laat ik even 5 doen. 5 reepjes van 5,9 bij 1 centimeter. Zo. Als ik die op elkaar leg. Hoe ziet dat dan eruit? Of is het te dik? Kan ook. Hoor mijn zoontje niezen. Een hele grappige manier. Oh ja, dat moet wel inderdaad 5 centimeter zijn. Want dan komt hij mooi eroverheen. En dan heb ik ook nog ruimte dingen toe te voegen. En misschien wel 6. Laat ik er maar 6 doen. Dit is denk ik millimeter dik qua karton. Mocht je je dat afvragen. Die plak ik eventjes allemaal op elkaar. Er zijn natuurlijk meerdere manieren hoe je dit kan doen. Hè? Ik doe het nu gewoon even zo. Daarna ga ik karton bekleden met papier. Zodat je van de karton niks meer ziet. Maar ik wil een verhoging maken. Want anders komt er te veel druk op mijn kaartje te staan. En dan gaat hij natuurlijk op de duur scheuren. En dat wil je natuurlijk ook niet. Dus ik lijm dit gewoon eventjes allemaal aan elkaar. Hij wordt wel vrij hoog. Maar beter iets te hoog dan niet, want anders dan kun je straks niet vrij makkelijk meer dingen toevoegen. Zo, nou, dit is natuurlijk lelijk, dus dan gaan we even bekleden. Ik denk dat kun je natuurlijk met papier doen. Maar je kan met washi tape doen. En het is natuurlijk helemaal ideaal als je fabric washi tape hebt. Want dan is het helemaal makkelijk. Dus ik knip hier even een stukje vanaf. Dit is de washi van 49 Market. Kan ik helaas niet aankomen. Dat komt echt uit Amerika. Ik koop het eigenlijk bijna altijd bij hobbywerken. Die heeft het op voorraad. Oh, hij is te lang. Te breed, wat is het? Zo. En deze kant ook. Oh. Ja, kom op. Dan plak aan mijn duim. Weg jij. Plak ik gewoon eroverheen. Alsof je een cadeautje inpakt. Oh nee, wacht even, dat doe ik verkeerd. Ik moet eerst even de zijkanten. Dit is wel even. Laat ik hem hier eens even wat kort maken. Zet.
Die moet nog even los. Dank u. Eerst zo. En dan zo. Als het maar wat je ziet strak is, daar gaat het om. De rest interesseert me niet zoveel wanneer met aanzicht wat je ziet gewoon netjes is. Dus misschien moet ik hem toch wat langer houden. Dit kan nog ingeknipt of weggeknipt worden, de achterzijde. Even kijken of dit makkelijker gaat. Ja. Naar binnen. En strek. Ah ja. Hier is niet helemaal strak, maar... Zo. Je ziet er ook helemaal niet zoveel van, dus het is allemaal niet zo... zo boeiend. En dan komt die straks hier erop. Misschien was het makkelijker met papier inderdaad te beplakken. Zodat, kijk, wanneer deze dan hieronder komt... Dan is dit nog wat hoger. Maar dan heb je voldoende ruimte. Zodat dit nog dikker kan worden. Dat is eigenlijk het hele idee. Dan gaan we deze even erop plakken. Laat ik deze ook eens eventjes wat inscheuren. Zo. Ook. Dat ga ik even vaststikken. Die komt hier. Even een normale steek eroverheen. Zo, nou, ik heb hem heel rommelig gestikt. En dit soort dingen creëer je heel makkelijk door even je naald omhoog te zetten, even iets te trekken aan
je draad en dan weer terug te zetten op de plek waar je geëindigd bent. Niks meer, niks minder. Dus dat stelt eigenlijk echt helemaal niks voor. Maar zo af en toe geeft het wel een heel leuk effect. Helemaal als je een crunchy of een Halloween album gaat maken, dan is dat wel heel erg leuk. Doe hier even een lijn nog eronder. Zodat mijn tape goed blijft zitten. Hoe ziet dat aan de zijkant eruit? Dat is ook acceptabel. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar vind ik het denk ik wel leuk. Ik vind dit niet leuk. Wacht even. Ik ben hier niet blij mee. Om hier nog tekst erop te doen. Zodat als je er van de zijkant tegenaan kijkt. Dat je iets ziet. Ja. Waar zijn mijn rubbels? Het is makkelijker met een rubbel te doen, vind ik zelf. Even grappelen in mijn bak. Nou. Oh ja. Even spieken. Heb ik iets wat er past? Lost and found kan eventueel. Identification. Misschien is die ook wel leuk. Oh, wacht even. Ik denk dat ik die doe. Want hij komt straks zo erop, dus dan zie je er niks meer van. Zo even die hoekjes. Irie! Nou, eens kijken hoe dit plakt op. Waar is mijn daar? Oh, mijn ietje. Terug jij. Ja. Identification. En als ik hem zo plak. Ja. Is het nou allemaal handig wat ik heb gedaan? Zit ik nou net even te bedenken. Waarschijnlijk kom ik nou erachter dat ik het helemaal verkeerd gedaan heb. Want. Nee, dat kan trouwens wel. Nee. Dag even, wat ben ik nou eigenlijk allemaal aan het doen? Maar. Ik ga die achterkant eens even verstevigen. Ik zorg dat er hier nog. 1,5 centimeter speling over is. En ik wil dit eindelijk verstevigen met wat dikke papier. Misschien is het wel leuk om gewoon die achterkant van de dit te gebruiken. Het is in ieder geval mooi stevig. Zo. Laat ik dit eens even aan de kant. Oké. Boink. Dan gaan we die eventjes
recht snijden. En aan de ene kant, aan de onderkant ook. We zijn nu nog steeds bezig met de basis, hè? De echte aankleding, daar komt eigenlijk nog allemaal. Dat gebeurt pas wanneer we de foto's gaan toevoegen. Dat is echt puur de basis. En als ik ergens niet blij mee ben later, dan plak ik gewoon weer iets eroverheen. Zorg dit in ieder geval dat dat dekkend is. Dus hier moet ook nog even tape in het midden. Maakt het nog uit, dit is de dingen, dus hij moet zo. Dat kan je natuurlijk niet op zijn kop plakken. Dat even aanzetten met inkt. Zal ik het ook nog even doorstikken? Ja, laat ik dat ook nog even doen. Dan doe ik alleen de onder, de zijkant en de wat ik heb nou gedaan. Ik heb eventjes zo gestikt, zo en zo. Hier is mijn plateautje. Ben ik trouwens nog steeds in beeld of ben ik ondertussen helemaal... Oh ja. Had me zo kunnen dat ik ondertussen al lang en breed uit beeld was. Identification, ja. Die komt dan hierop. Dus we moeten een rillijn even ingemaakt worden en dan komt het langzamerhand hoe we het willen hebben. Niet snijden, rillen. Nou, mijn rilapparaatje komt er nog eens bij. Even kijken, dat is hier. Dus hier moet ik rillen. Kijken via de andere kant en anders dan... Ga ik het op een andere manier proberen. Oh, wacht even. Nee, dat gaat goed. Dan vouwen we het gewoon. En die komt dan hierop. En dan heb je dingen. Dus ik heb hem nu echt verhoogd. Eigenlijk omdat ik merkte bij mijn andere travel journal op den duur gaat hij zo vaak open en dicht. Dan wordt hij zo kwetsbaar. Het enige waar ik nog niet echt blij mee ben is mijn blokje, omdat dit niet mooi strak eromheen zit. En dat vind ik echt heel irritant. Dus, dat is voorbeeld van fabric. Dat ga ik op een andere manier doen. Misschien ga ik het wel, als ik dit nou gewoon aanzet met inkt. Ja, dit was de breedte als het goed is. Ik ga het even op een andere manier proberen. Mm.
eigenlijk de zijkanten niet. Alleen maar de voorkant, bovenkant, de rest. Druk hem erin. Mijn schaar. Dit moet een klein stukje korter. Die val ik hier weer in. Zo. Even vasthouden. Dat lijnbeetje kan aandrogen. Deze weer. Ja. Ja, dit is beter. Het lijkt net alsof je hier naar hout aan het kijken bent. Dat vind ik minder storend dan een ophoping van tape, eerlijk gezegd. En deze plak ik weer hierheen. Ja. Je vindt het niet erg als je allemaal lijm ziet op de stof de onderkant. Oké. Ja, dit is beter. Kijk, en nu heb je dit als zijkant. En hier zie je dan, dit moet nog even drogen. Hè? Dat is nog lijm allemaal. Maar dat moet nog even drogen. Doet hij focussen? Geen flauw idee. Wel mijn rimpelhanden, maar niet meer. Niet zeker of hij hem goed laat zien. Zo, even een klein beetje van mijn handen af. Bah. En dit kun je nog even aanzetten met inkt. Ja, dit vind ik leuker. Of in ieder geval beter. Oké, die komt dan zo. En die komt dan hierop. Maar dan gaan we nog, dit gaan we wel alvast maken. Dat ga ik gewoon met goede kwalitatieve tape. Dus pak daar wel even, geen action tape. Dat laat binnen no time los. Daar word je gewoon niet vrolijk van. En deze die plak ik dan hier op, evenwijdig aan de linkerkant. Zo, en mocht dit nou op den duur losraken, dan kun je het heel gemakkelijk weer repareren. Maar als hij echt inscheurt, dan lukt dat niet. Kijk, en nu heb je, als deze dan zo komt, die was dan zo, dan heb je dit idee. Dat is eigenlijk wat ik wil. Nou, dan gaan we nu nog even die achterzijde wat interessanter maken. Ik heb hier heel veel draadjes. Misschien even een aantal eraf halen, want zo heel veel. Okay. Kijk, je kon deze natuurlijk ook hier omheen wikkelen. Alleen als hij dan inscheurt, dan is het moeilijker te repareren. En zo kun je het heel makkelijk weer laten repareren als je het toch loslaat. Kijk, dit vind ik natuurlijk veel te saai. Dat gaan we nog wel even aanpakken. Dan denk ik leuk als we daar sowieso een randje van een ermel envelop doen. Even kijken waar ik nou mijn troep heb gelaten. Ja. En misschien is hier ook nog wel een leuk randje. Misschien die vliegtuigjes.
En ik kan natuurlijk ook mijn washi tape doen of noem maar op. Die is ook leuk als randje. Ik heb hier mijn envelop niet in mijn andere bak. Oké, wow. Eens kijken. Kijken, hier de allemaal enveloppen. Daar kan ik wel even een randje van pakken. En misschien kan ik hier nog iets mee. Pan Avion is ook leuk. Eens kijken. Als ik. Past die hierin? Nee, maar zo wel. Dit vind ik namelijk allemaal niet zo boeiend. Nou, dat vind ik eigenlijk leuker wanneer dat gescheurd is. Wacht even. Ja. Zo. Kijk, en dit is ook leuk. Het is de binnenkant van die envelop. Ja, kijk, een vliegtuig, die kun je ook weer gebruiken. Dat is ook altijd wel leuk, hè? Dus kijk niet altijd naar de buitenkant. Misschien heb je wel een hele gave binnenkant. Zo. Die en deze vond ik ook leuk. Je zoekt nu eigenlijk randjes op of die je eventueel eronder de achterkant steken. Want deze die komt hier zeg maar een beetje in het midden. En als er straks beter uitkomt, dan zou je hem ook nog wat kunnen verschuiven. Ik kan nu even dat deze envelop, de sluiting zeg maar, evenwijdig is aan de rechterkant. Niet in de vouw, leg maar tegen de vouw. En hier heb ik nog net dat stikrandje. En deze die komt dan zo, zodat je dit nog net ziet. Deze dingetjes. Even erbij. Die moet ik eerlijk gezegd nog steeds in mijn Etsy shop zetten. Maar die heb ik eventueel. Aardig wat. Mocht je daar interesse in hebben, geef maar even geel. Ik denk ja, nee joh. Maar prijs 10 stuks 1 euro of zo, 10 cent per stuk. Laten we dat doen. Dus mocht je daar interesse in hebben, ik heb ze nog steeds in Etsy gezet omdat ik er gewoon simpelweg nog geen tijd voor gehad heb. Maar die heb ik dus wel eventueel als je dat leuk vindt. Is het leuk? Kijk, nu heb ik hier rood. Ik heb hier rood. Dus ik ga nou kijken waar ik dat rood weer terug kan laten komen. En dat het ook meteen in evenwicht is. En dan vind ik hieronder eigenlijk wel leuk. Dus ik ga het hier doen. En dat je het niet kan lezen, dat vind ik minder belangrijk. Dus hij komt hier evenwijdig. Ja, dan moet ik hier nog eventjes iets beter aanzetten met inkt. Dus eigenlijk ga je nu een collage maken. Van wat je daadwerkelijk ziet. Dus echt randjes. En vaak zijn dat meerdere randjes over elkaar. Meerdere delen over elkaar. En als je een sprekende kleur hebt, dan moet je heel goed even kijken of die nog dan wel in evenwicht is. Want als ik nu deze hier opplak, of straks later dan, dan komt dit zo. Ja, misschien wel iets hoger. Ja, hij kan eigenlijk wel wat hoger, hè. Dat is wel leuk. En dan komt deze meer.
Zo. Dan heb ik rood, rood, rood. Ja, dit kan wel. Dit heb ik bewust nog een beetje losgelaten. Dat hoeft ook allemaal niet zo clean te zijn. En dit is wel rood. Laten we even kijken. Waar hij eventueel zou kunnen. Want ik vind eigenlijk niet te veel rood. En ik vind eigenlijk al net te veel rood. Dus ik pak even geen rood meer. Pak gewoon basis tinten. Dit is misschien wel leuk. Dan heb ik liever dat ik op een later tijdstip de sprekende kleuren toevoeg. Dan meteen al. Want als je dan gaat later met je foto dingen gaat toevoegen. Ja, dan heb je misschien de spijt van. Omdat het net niet past bij je foto of noem maar op. Dus ja, dat wil je ook niet. Die een beetje erg wit. Dus vandaar dat ik eigenlijk liever de sprekende kleuren later toevoeg. Hier doe ik nog een. Waar is mijn bak met. Ik heb hier ook nog een randje. Mocht je nou geen gaatjespapier hebben, dan kun je zelf ook makkelijk maken met bijvoorbeeld. Heet dat ding er ook weer? Sutter. De sutter. Of een pons, kan natuurlijk ook. Zo, dan doen we die daar. Voor diegenen die af en toe bij mij een live Facebook volgen. Sommigen die hebben denk ik misschien al meegekregen, maar in ieder geval mijn nieuwe telefoon die flikkert ook bij wit licht. En ik ben ook bezig om te onderzoeken om het met een webcam te doen. Dus, want ik wil eigenlijk in het najaar, is eigenlijk mijn idee. Nee, laat ik het anders zeggen. Ik ging voor de Rolodex workshop iedere woensdagavond live. Standaard. Stond gewoon vast. En eigenlijk beviel mij dat wel heel goed. En waarom? Omdat het dan vast staat wanneer ik live ga. En ik merk, omdat bij mij de weken zo snel gaan. En als ik het dan moet inplannen. Dat het dan wat lastige is om dat voor elkaar te krijgen. Omdat ik ook nog allemaal andere verplichtingen heb natuurlijk. Dus ik dacht om vaste avond live te gaan. En dan zit ik ook nog te denken om gewoon eventueel wat grotere projecten ook te gaan doen. Maar daar ben ik nog niet helemaal over uit. Of misschien een soort, mijn eigen eigenlijk niet aansluiten bij Patreon. Daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Maar misschien is het ook wel leuk om, maar daar wil ik graag jullie mening over horen. Om bijvoorbeeld voor een laag bedrag, 7,5 euro of 5 euro, maar even kijken. Om
Deze laat ik hier trouwens overheen vallen. Om bijvoorbeeld in het najaar af te spreken. Nou, ik ga woensdagavond live. Natuurlijk kan er altijd wat tussenkomen qua ziekte of qua vakantie of whatever. Maar om dan bijvoorbeeld een soort abonnement te nemen. Voor laag bedrag. Dus echt maar voor, nou, in ieder geval onder 10 euro. Dat sowieso. En dan ga ik iedere woensdagavond bijvoorbeeld live. En dan gaan we ook bijvoorbeeld een miniboekje maken. Of we gaan een ephemera maken. Of we gaan hele journals. Dat niet. Want het is gewoon te veel werk. En ja, eerlijk gezegd, dat zou niet haalbaar zijn, maar we kunnen wel denken aan kleine boekjes, aan verfwerken met distress spray, met collages, gewoon allemaal kleine dingetjes. En dan gewoon daar een soort abonnement voor af te sluiten. Dat had ik als idee, zeg maar. Ik weet niet of er überhaupt interesse in is. Dit schiet trouwens niet echt op. Wil even niet echt helemaal lekker lukken, merk ik. Ik probeer nu eigenlijk gewoon die achterrand te kijken wat wijsheid is. Maar ik denk dat dit te groot is. Deze die komt straks zo. Even kijken, waar is mijn sluiting? Die komt dan zo. Ja, is toch wel leuk. Laat ik het gewoon vastplakken. Ik kan altijd dingen nog toevoegen later. Dus waarom moeilijk doen als makkelijk kan? Oh, hele lijn laag. Maar goed, dus even concreet. Zat dus te denken om in de najaar bijvoorbeeld iedere woensdagavond live te gaan. Die lives worden ook allemaal doorgezet naar YouTube in een verborgen privé playlist. En dat je bijvoorbeeld een maandabonnement hebt van zeg maar tussen de 5 en 7,5 euro per maand. Dus ook gewoon laagdrempelig. Dus denk voor meer mensen ook toegankelijk, want ik snap echt wel dat mijn workshops voor sommige mensen gewoon te duur is. Dat begrijp ik echt wel. Maar aan de andere kant, als je ziet hoeveel tijd ik ermee bezig ben en zo, dan denk maar niet dat je hier rijk van wordt. Totaal niet. Dus dat is echt een illusie wat niet kloppend is met de werkelijkheid. Ja, dit is beter. Ik vind het irritant dat deze steeds omflapt. Misschien moet ik even gewoon aan de zijkant. Ik doe even met lijm. Is natuurlijk niet ideaal. Het beste is met tape, want dan kun je het makkelijker loshalen. Maar dan zit hij in ieder geval zo even vast. Dan heb ik een duidelijker beeld van hoe het nou straks eruit ziet. Ik had het ook met nietje vast kunnen zetten. Maar dat zie je nou. Oh ja, fijn, vieze vingers. Heel fijn. Weg. Maar goed, daar zat ik dus aan te denken. Dus, en dan kun je aan gewoon alle projecten die ik gewoon de laatste 10 jaar, nou nee, niet sinds ik deze stijl heb. Dus het kan ook Journal With Me zijn, dat kan enveloppen bewerken, ephemera, mini-boekjes, mini-envelopjes, dingetjes, datjes, mini-filefolders. Het zou waarschijnlijk misschien dat ik nog een keer een grotere journal doe. Maar dat weet ik eerlijk gezegd nog niet. Dit vond ik zelf namelijk ook wel heel leuk om te doen. Dus het zou maar zo kunnen dat ik wel iets bedenk wat gewoon inderdaad binnen dat abonnement gewoon kan. Dus laat even weten je gedachtegang. Dat vind ik wel heel erg leuk. Het is gewoon in het Nederlands. Dat ben ik wel van plan. Want ik ga het me niet moeilijker maken dan het is.
Misschien ga ik ooit nog in het Engels dan dat doen. Maar daar ben ik nog te onzeker voor. Hou het daar maar op. Zo. Nou, nu heb ik dus die achterlaag een beetje opgebouwd. Nou zit ik nog te denken. Kijk, hierboven heb je ook nog, maar dat vind ik minder boeiend, want hij komt nou iets omhoog. Dus dan is je bovenaan praktisch dekkend. Even kijken, als ik hem dicht doe, hoe die dan uitpakt. Steekt hij heel ver uit. Hier wel. Is dat straks irritant? Weet ik nog niet. Maar dan kan ik hem altijd nog naar binnen slaan. Dus ik kan hem altijd nog. Zag ik dat goed? Laten we dat anders maar meteen maar doen. Ja. Zo. Zet ik hem hier met een drukje naar vast. Nou, dan pak ik. Nou, deze niet gebruikt van Avion. Maar dat kan ik later nog toevoegen. Deze die kan eigenlijk ook al vastgezet worden. Dan weet ik tenminste waar hij komt. Hierboven is die aansluitend. Hier ook aan de zijkant. Maar ik wou hem iets hoger hebben, want ik wou dat je dit zag. Dus als ik hem hier doe, dan zit hij goed. Potlood. Even een streepje. Dan weet ik waar die moet. Dan plakken we hier tape op. Dus eigenlijk wanneer de workshops te ver voor je zijn of misschien ook wel te duur, noem maar op, dan zou dit misschien wel een heel leuk alternatief kunnen zijn om dan een abonnement af te sluiten. Oké, hier moet nog wat donkers, wat zwarts en lang leven de glans. Ja, dus als je dat leuk vindt, ik denk dat wij dan in die lives natuurlijk met Tim Holtz gaan werken. Maar ik ga ook met andere lijnen werken. Dus ik ga ook bijvoorbeeld werken met 49er Market. Ik ga werken met Stamperia. Ik ga werken met AB Studio waarschijnlijk. Ik noem nu even gewoon mijn favoriete merk op. Hè. Ik ga werken met misschien wel ECD. Ik ga werken met whatever. Kan van alles zijn. Het zijn dus eigenlijk mini workshops. Het is wel live. En ik kan van tevoren niet exact zeggen waar ik mee ga werken, maar ik kan wel van tevoren aangeven, bijvoorbeeld een maandplanning. Want miniboekje hebben we natuurlijk niet binnen één live klaar. Lives kun je dus ook gewoon terugkijken, onbeperkt, gewoon wanneer jij wil. Je kan er 600 keer kijken, mocht je dat leuk vinden. Alles. En wat wou ik daar nou over zeggen? En kan je van tevoren aangeven. Nou, bijvoorbeeld, we beginnen september, zeg maar even wat. Live 1, 2. Nee, ik zeg het verkeerd. Sowieso bijvoorbeeld deze maand staat in het teken van mini boekje. Folder, zeg maar voor wat. Dan is het afhankelijk van oké, hoe lang gaan we daarover doen. Zeker met de hele aankleding kan dus wel een wat langer traject zijn. Sommige dingen hebben we misschien binnen 2 lives al klaar. Sommige dingen doen we misschien wel 10 lives over als het een grote ding is. Maar ik dacht misschien is dat wel leuk en denk ook toegankelijker voor meer mensen.
laat ik het dan zo zeggen. Dus ook gewoon degenen die bijvoorbeeld geen rijbewijs hebben, niet kunnen komen of het toch te duur vinden om ja, hopelijk die zin ook tegemoet te komen aan mensen die het wel leuk vinden, maar het gewoon te lastig vinden. Is dit leuk, die 4,5? Of is dat... Nou, weet je wat, ik plak hem gewoon op. Of ik rubbel de gewoon op. Mocht woensdagavond voor jou totaal niet uitkomen, zoals ik al zei, je kan gewoon alles terugkijken. En voor de mensen die de Rolodex gedaan hebben, ja, het is eigenlijk een beetje dat idee. Daar ben ik volgens mij in totaal iets van, ja, ik durf nog niet eens meer te zeggen, 8-9 keer live geweest, een woensdagavond. Dus één keer woensdagavond niet doorgegaan. Toen had ik volgens mij migraine of er was iets met mijn kinderen. Ik weet het nog niet eens meer. En alle lives zijn gewoon doorgegaan. En toen hebben we eigenlijk, ben ik om 7:30 live gegaan. En meestal stopte ik gemiddeld 9:30. Dus ene keer 9:00 en de andere keer zelfs 10:00. En ja, beviel me eigenlijk wel heel goed. Dan ben ik gewoon lekker bezig. Ik leg er meteen uit hoe en de wattels. Ja. Dus dat had ik sowieso als idee. Laten we de prijs gewoon 7,5 houden. Ik denk dat dat gewoon echt een hele, hele, hele gangbare, mijn optiek, reële prijs. Nee, niet reëel. Het is eigenlijk spotgoedkoop. Ik zeg het verkeerd. Maar ik hoef hier toch niet rijk van te worden. En ook al zou ik hier fulltime mee bezig zijn, dan nog word je er niet rijk van. En laten we dat gewoon... ja, vind ik leuk. Dus ik ga in mijn vakantie een planning maken. Tot voor het einde van het jaar. En je kan gewoon opzeggen wanneer je dat wil. Als je er klaar mee bent. In principe is het dus gewoon één keer per week live. En de ene keer is dat dus 4 keer per maand. En de andere keer 5 keer per maand. En als je bijvoorbeeld vanaf het begin af aan instapt. Dan kun je alle video's natuurlijk zien. En als jij bijvoorbeeld... Ik zou bijvoorbeeld 1 september beginnen... die maand en jij stapt november in, omdat je dan pas, dan is het niet zo dat je dan de video's ook van september, oktober ziet. Dan voeg ik je toe wanneer een nieuw project start. Ik denk dat dat wijsheid heeft, want anders dan is dat ook niet fair ten opzichte. En dat heb je Patreon bijvoorbeeld meestal wel, althans, degene waar ik... lid van ben, dan kun je dus gewoon 4 jaar video's kijken. En dan kun je 1 maand lid zijn en dan opzeggen. Ja, dat vind ik gewoon... Er zijn helaas mensen bij die dat doen. En ja, dat vind ik gewoon niet netjes. Dit kost gewoon zoveel tijd. Niet alleen maar bedenken, en maar zeker ook het uitvoeren en het opnemen. En materiaal en noem maar op. Dus ja, weet je, dat maar goed, ik hoor graag hoe je hierover denkt. En ja, ik ben wel leuk, toegankelijk enzovoort. Dus ik ga hier nog heel eens eventjes wat aanbrengen met mijn stencil. En dit is de, voor diegenen die het gemist hebben, de THS009. Deze plak ik dus nog niet vast, want zoals ik al zei, ik wil hem nog even eruit kunnen halen, zodat ik hem makkelijk onder de naaimachine kan doen. Dus, eens kijken. Hij komt zo.
Nou, deze kan ik wel vastmaken. Laat ik die. En dit maak ik ook nog niet vast hieraan. Want, wie weet, wordt die straks dikker. Moet ik die rug breder maken. En dan verschuift dit. Dus dat ga ik pas echt aan het einde doen. Maar die achterzijde, die kan ik dus wel gewoon vastzetten. Laten we dat gewoon even met tape doen. Heb ik hier ook nog een brede tape? Ja. Zo, dat heb ik gewoon met dubbelzijde tape. Dit moet ik trouwens even wat strakker vastzetten. Dit gaat zo niet werken. Wacht even. Dat moet ik even. Laat ik die even doen. Want als ik het nu al zo doe en hij beweegt al, dat gaat natuurlijk niet goed. Ja, die komt daar dan weer vieze handen. Jongens. Zo. Die komt dan zo. Ik vind het leuk. Ja, ik vind het top. Nou, de andere aankleding, dat gaan we later doen. Dit is nog steeds gewoon de basis. Laten we hem zo even houden. Ik ben hier ook nog niet echt helemaal blij mee. Dus het zou maar zo kunnen dat ik misschien hier toch een deel van afhaal, omdat ik het wel heel clean, recht vind. Dus of ik ga hier weer iets overheen plakken, waardoor het iets minder opvalt. Of misschien aan deze zijde. Dus hier ben ik nog niet helemaal blij mee. Maar dat komt goed. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Hoop dat jullie weer even vooruit kunnen. En dan ga ik straks of vanavond, sowieso morgen ben ik lekker vrij. Dus kan ik ook nog een deel opnemen. Dus er komen aankomende week nog een aantal delen uit. Nogmaals dank voor het kijken. Duimpjes omhoog bij de video. En laat even weten jouw gedachtegang met betrekking tot een abonnement van 7,5 euro per maand. En of je dat leuk vindt. En ja, er kunnen dus eigenlijk, het zijn allemaal mini-workshopjes. Echt allemaal kleine dingetjes. Dus laat maar weten. Ja? Oké, nou dankjewel. Doei doei.